varken is geslacht, de haan is geschoten. De koude kucht die klinkt verdacht, de kinderen van Versteeg moeten onder de wol. De voorstelling start al bij het spoor met de blauwe engel. En vandaar gaan 1200 bezoekers over de pontonbrug voor het diner naar de grote hal op Indië. En is op de vlucht geslagen. Leiders van het Duitse leger, waaronder Hans Aldin Rauter en Arthur Zeiss Inquart, hebben te kennen gegeven dat Nederland nog steeds onder Duits gezag valt. Er is volgens hen geen sprake van capitulatie. Heil, Herr Zeiss Inquart. Heil, mein Haut, keine Formalitäten, bitte. Wir haben ein Problem. In der Tat, Arthur. Der Feind rückt auf. Nicht übertreiben, mein Haut. Die Alliierten stehen schon an den Grenzen. Sie sagen, dass Breda bereits befreit ist. Das sind Lügen! Quatsch! Breda ist immer noch in unsere Hände. Aber wir haben sehr viel Geld in Arnhem liegen. Das können wir doch besser irgendwo anders aufsammeln. Aber wo denn? Genau. Wo? Das ist eine gute Frage. Meinaut. Almelo? Almelo? Zijn een richtige NSB-enclave. Ik schat zo'n 120, nee, 130 duizend. Miljoen. 130 miljoen, jongen. Richtig, Herr Harding, dank u. En heb ik, wenn ik vragen darf, om wie veel geld reden we hier dan eigenlijk? Zeer veel geld. Maar wenn het schief geht, dan schieten die ganze bande hier dood! Jongens, zo'n jongen. Jongens, zoals jongens gewoon jongens zijn. Dat intrigeert mij zo, dat jullie dezelfde leeftijd hadden als ik nu. Maar waarom dan toch bij het verzet? Ja, je moest iets doen. We moesten iets doen. Vooral toen de mannen werden opgeroepen om in Duitsland te werk te worden gesteld, zijn er veel mensen ondergedoken en zo in het verzet geraakt. En wie zaten er precies in de KP? Hier, Dirk Smoes was de leider. De oudste ook. Echt een rode rakker Ruud Vriezenveen. Kent iedereen? Daarom ik, politieagent uit Drenthe, ondergedoken. Hij was Dirk's rechterhand. Jongens, jongens, dat zijn wij van 13 in een dozijn. Henny Wisman. Nee, Henny Meulenbelt. Anton Wisman. En ik. Jongens, zoals jongens gewoon.